maar de plaatjes die vertellen het verhaal. En je zei ook nog iets over wolkjes en ballonnetjes. Wat vertellen die ons? Omdat je met dit traject 2 dagen stage loopt, dus daar in het begin vooral school mee mist en ook tijd daarmee mist, betekent dat je voor de rest ietsje meer moet doorzetten. En dat is ook wel een reden waarom ik ervoor heb gekozen. Lisa Roos is derdejaars student op de PABO in Leiden. Ze volgt een speciaal traject waarbij ze niet de gebruikelijke 1, maar 2 dagen in de week stage loopt. Het initiatief is een aantal jaren geleden gestart op verzoek van het Lucas Onderwijs in Den Haag. Het vak van leerkracht leer je in de praktijk. Dus wij vonden en wij vinden dat je ook al als student veel tijd in die werkpraktijk op een school door moet brengen. Dus dat was ons verzoek aan de PABO of we niet een traject konden starten waar studenten al veel eerder en veel meer met de beroepspraktijk in aanraking komen. De PABO in Leiden was enthousiast. Er is samenwerking tussen PABO's en het werkveld en de basisscholen. Maar deze vraag was specifiek omdat ze eigenlijk tweeledig. Ze wilden samen investeren in het opleiden van studenten. Maar vooral ook het niveau van de studenten omhoog brengen. Bij rekenen moesten we van de week een opdracht maken in het werkboekje. De rode werkboek. Concreet betekent het dat de school een stagevergoeding betaalt aan de deelnemende studenten. Zij lopen gedurende 4 jaar stage op de Lucasscholen. De eerste lichting die 4 jaar geleden startte, kreeg zelfs een baangarantie. De selectie voor de deelnemende studenten is streng. Het zijn eigenlijk collega's, hè, omdat ze natuurlijk 4 jaar met je meelopen. Dus het is eigenlijk ook wel belangrijk dat je een soort van sollicitatie met ze doet. En je kunt nog niet echt kijken naar competenties, maar je gaat je dan vooral richten op proactiviteit en meer persoonlijke eigenschappen, persoonskenmerken. De gemiste lesdag op de PABO wordt voor de klas ingehaald. De studenten worden daarbij begeleid door de school en de PABO. Ja, de vakken die wij hebben uitgekozen daarvoor, dat zijn praktische vakken. Dus dat zijn vakken waarbij we voorbereiden op het doen van stage. Dat betekent een praktische insteek en voor de klas leren en later die theorie eraan kunnen koppelen. Het Lucas Onderwijs en de PABO zijn dit traject 4 jaar geleden gestart. Inmiddels doen 40 studenten mee. Om het tot een succes te maken zijn de volgende zaken belangrijk. Behandel studenten als collega's. Zorg voor goede begeleiding op school en op de PABO. Weet wat je zoekt en selecteer kandidaten hierop. Stem het curriculum af op de praktijk in de klas. Houd de lijntjes kort. Op de werkvloer moet het werken. We zijn het traject gestart eigenlijk zonder 1 handtekening te zetten. Na 4 hebben we pas de handtekeningen gezet. En dat is de formule geweest die dit traject heel sterk heeft gemaakt. De aanpak werpt ondertussen zijn vruchten af. De eerste lichting studenten hebben er een baan aan overgehouden. Ook andere scholen hebben belangstelling voor de 2-daagse stage. En de samenwerking tussen school en PABO is een stuk intensiever geworden. We zijn van plan om eens goed te gaan kijken naar het curriculum, zodat we het curriculum van de PABO en wat er gebeurt op de school nog beter af te stemmen. We gaan veel meer medewerkers uitwisselen en we gaan ook samen optrekken bij het begeleiden van beginnende leerkrachten. Oké, als ik even op de klok. Oh, sorry, nog eentje, laatste vraag. Ja, het bevalt zeker. En ik ben ook zeker van mening dat je in de praktijk meer leert dan op school. Want ze kunnen wel op school zeggen, stel je pedagogisch verantwoord op. Maar ja, als je niet weet wat het is of situaties met kinderen, gaat het toch anders. Dus ik vind het fijn dat je wat meer stage loopt. Vanmiddag gaan we ermee verder. En als je nou denkt, tijdens de overblijf, oh,